Hij is al meer dan 40 jaar pionier en vakman in biologisch vlees. Henk van Oers. En we zijn ontzettend blij dat hij ook hier bij ons aan tafel wil gaan zitten. Meer dan 40 jaar. En dan staat er op jouw eigen vlag heel groot 1981. Maar ik wil nog iets verder terug naar de keukentafel en naar vroeger. Naar kleine Henk. Hoe zag dat er vroeger uit? Ik ben Henk van Oers. Hè? Welkom, ja. En ik kom uit het dorpje Alem in de Wommelerwaard. En mijn ouders die hadden een boerderij. Een boerderij met 20, 25 koeien, varkens, schapen, fruit had hij. Mijn vader, we waren thuis met 10 kinderen. En hij had het jaar rond voor alle 10 werk, zeg ik altijd. En dat was natuurlijk tweede helft jaren 70. Want in 81 ben ik begonnen. Maar de tweede helft jaren 70 was natuurlijk het plan Mansholt kwam overeind. Boeren die werden eigenlijk voor de keus gesteld door te kiezen voor schaalvergroting. Of je gaat voor varkens of je gaat voor runderen. Er gaf natuurlijk enorme discussies aan de keukentafel. Mijn vader met zijn broers, die natuurlijk ook allemaal boer waren. En de een die was voor en de ander die was tegen. En uiteindelijk vormde daar zelf ook een mening over van wat goed is en wat niet goed is. En mijn vader en zijn broers, tenminste een aantal ervan, dat waren toch, die werkten, of die waren boer zoals dat een boer behoort te werken. Kijken naar zijn vee, kijken hoe ga ik met de grond om, wat is goed voor de grond, wat is goed voor de zeugen, die moeten naar buiten, want anders is goed voor het beenwerk. En toen was er bij ons in het dorp was er een boer die ging zijn varkens aan riemen zetten. Dat was, inmiddels is dat verboden, maar toen was dat natuurlijk. Dus die ging die zeugen aan een riem zetten. Nou, en die zeugen die hadden 3 dagen en nachten geschreeuwd, omdat ze natuurlijk niet aan die riem wilden liggen. Maar als ze dan de biggen geworpen hadden, of tenminste ze die biggen grootgebracht hadden, dan gingen ze dus aan een riem vast, want dan werden ze weer gedekt. En op het moment dat ze dan weer drachtig waren, dan kwamen ze weer in het hok. Dus die zaten eigenlijk vast ten tijde van. Nou, als manneke hadden daar natuurlijk een idee van. Het was ook in de tijd dat de koeien de horens afgezagen werden, want die moesten natuurlijk die loopstallen in en anders dan deden ze elkaar beschadigen. En als manneke van 10, 12 jaar waren ook mee die horens aan het afzagen. En dat, hè, dus dat had toch een beleving natuurlijk. Ja. Maar dan vormde dus wel dat gezegd, wat is nou goed en wat is niet goed? Zo zie ik het zelf. Nou, en dan zat ik op de slavenvakschool, ook die tijd. In Utrecht zat ik op de slavenvakschool en daar was Peter de Ruiter, dat was mijn leraar was dat. En die had het over biologische landbouw. En toen ben ik dan mee naar bioboeren weer te kijken. En dan zei de vrek, hier herken ik in wat ik eigenlijk... Hè, wat je zelf zou willen. En dat was de tijd ook, dat was in Limmen was er een biologische zuivelfabriek waar ze gestart. Boeren die dus zelf hun zuivel biologisch gingen verwaarden en verwerken. Op het gebied van AGF waren er natuurlijk allerlei ontwikkelingen. Brood was er, maar vlees was er eigenlijk nog niet. Dus toen denk ik, nou, dat is nou een mooi iets. Dan ga ik als biologische slager gaan aan de gang. En toen zijn we met z'n tweeën begonnen in Utrecht. En de naam De Groene Weg zijn we toen begonnen. En daar begint een veel langer verhaal. Want je bent Nederland wel een beetje doorkruist voordat je terecht bent gekomen in Hedel. Ja. In Utrecht begon het, maar uiteindelijk ben je ook terechtgekomen in Schagen. Dat klopt. Maar ik bedoel, de Utrecht zijn we begonnen. En in principe zoals we toen gestart zijn, zo werken we eigenlijk nou nog steeds. Je koopt rechtstreeks bij boeren in. Je kent die boeren. Je weet... Ja, hoe dat ze met hun vee omgaan. Die boeren zijn natuurlijk gecertificeerd als biologische boeren. Anders mag ik de vee niet afnemen. Maar in principe van rechtstreeks bij de boer kopen. Nou, dan wordt het geslacht. Dat doen we inmiddels niet meer zelf. En dan maken we er allerlei producten van. Ik bedoel, en Utrecht nogmaals begonnen. Na 2 jaar groeiden we er daar uit. Onze eerste klanten waren de biologische winkels. Daar deden we vol verpakken. Dus vacuumeren en een stickertje erop. En dan hadden we donderdag, vrijdag, zaterdag hadden we slagerij. Dan deden we de lamellen open. En dan hadden we een bord buiten gezet. Slagerij, hè, bioslager. Was natuurlijk gigantisch iets. Hè? Ja. Want er kwamen collega's slagers kijken. Die vonden ons allemaal dat we hartstikke gek geworden waren. Maar goed, dat was dan zo. En toen, 81 nogmaals begonnen. Toen in 83, toen groeiden we eruit. Dus toen gingen we naar Noord-Holland. En dat lag natuurlijk wel decentraal. Maar het past in de portemonnee, om het zo maar te zeggen. Want ja, we hadden natuurlijk nog niks, hè. En omdat het zo decentraal lag, in Schagen zaten we dan, hadden we daar een locatie waar we en konden slachten, en we konden daar worst maken, en we konden vol verpakken. Nou, kortom, daar konden we alles doen. Dus ik natuurlijk uit die Bommelerwaard, was voor mij natuurlijk emigreren, hè, want ik moest op de kaart kijken wat lag. Ik had nog nooit gehoord natuurlijk. Maar goed, ik onder moeders sokken vandaan, ik denk, ach, we zien wel, hè, ik erheen. Avontuur, ik denk, ja. We kijken wel hoe dat komt. Dus daar gestart. En uiteindelijk hebben we daar tot 91 zijn we daar gebleven. En... In die tijd groeide het aantal slagerijen, de Groene Weg slagerijen dan. Dus wat we dan ook biologisch vlees
aanleverde. Dus we werden in één keer van een eigen slagerij, we werden in één keer een groothandel. Hè? Dus dat we een soort grossierderij groothandel werden. Nou, ook daar groeiden we er weer uit. En toen uiteindelijk zijn we in Hedel terechtgekomen. Dat ligt natuurlijk tussen de Bosstal-Bommel. De grondprijzen in Utrecht waren te duur, dus we zaten dan wat lager. Een mooie bijkomstigheid was dat ik weer thuis was, want ik bedoel, het is mijn eigen regio daar natuurlijk. Dus in 1991 openen we dat nieuwe pand in Hedel. En dat is de locatie waar wij ook langs zijn geweest, waar ik zelf van de week ook even mocht binnenkijken. Daar gebeurt heel veel. Dat gaan we zo proberen te schetsen met elkaar, wat daar precies gebeurt. Ja. Maar eerst dat biologische. We hebben het nu een aantal keer genoemd. Wanneer is vlees dan wel biologisch en wanneer niet? Als we het gewoon Op die manier beantwoorden, ja. Biologische landbouw is zo dat er wordt meer gekeken dan alleen maar naar dierenwelzijn. En bij varkens is het bijvoorbeeld, die varkens moeten een uitloop hebben. De zeugen moeten weidegang hebben, dus een uitloop binnenshuis en buitenshuis. Er zijn dingen vierkante meters afgesproken. Hoeveel vierkante meter moet dan een varken hebben, binnenshuis als ook buitenshuis? Het voeren wat ze krijgen is biologisch, moet biologisch zijn. Bij de koeien idem dito, ook vierkante meters. Hè, toen de tijd waren er vooral veel potstallen die ze hadden met stro erin. Maar ook daar geldt, dierenwelzijn dus meer ruimte voor de beesten. Er mag geen bestrijdingsmiddelen gebruikt worden, dus ook niet voor de granen en al dat soort zaken. Er wordt gekeken van de weidevogels, hoe gaan we daarmee om, hè? De bescherming voor weidevogels. Bodemleven, had ik toen niet in de gaten, maar nu inmiddels natuurlijk wel. En gezien hoe dat de insecten teruggelopen zijn, dat is natuurlijk gigantisch. Dus die landbouw, daar gebeurt het. Dat is de basis voor ons product. Ja. Zo ik het net omschrijf. En daar is iedereen strikt bezig met dierenwelzijn en alles volgt biodiversiteit. Maar dan komt uiteindelijk een product aan, gedeeltelijk aan, in Hedel. Ja. En dan is jouw quote, noem ik het maar even, goede smaak heeft geen haast. En dat heb ik zelf mogen voelen en ervaren. Maar wat gebeurt er dan wel allemaal niet binnen één bedrijf waar geen haast bij mag komen kijken? Om dat dan toch nog lekkerder te maken, want het is nog lekkerder. Ja. Nou, dus de grondstof, wat ik zeg, hè, het vlees waar we de producten van maken, grondstof vind ik een beetje een raar woord. Maar het vlees wat we gebruiken komt dus uit die biologische landbouw. En dat is het wezenlijke grote verschil als basis. Ja. Dan zijn wij als slagers worstmakers aan de gang. Nou, ook wij mogen geen chemische smaak- en hulpstoffen gebruiken. Dus je werkt met enkelvoudige specerijen die we dan zelf mixen. De manier van zouten, de manier van masseren, hè, van vlees masseren. We hebben wel hele moderne technieken waar we mee werken. Maar toen ik 16 was, ging ik bij een dorpsslager werken die ook zelf zijn varkens slachten en zijn koeien deed slachten. En het proces wat we daar leerden van zouten, dat doen we nou eigenlijk nog steeds. En alleen je hebt nou wel moderne technieken erbij. Zoals ik zeg, van de buikenzouten voor de ontbijtspek, die leggen wij in het zout weg. Droogzouten noemen we dat. Dat duurt 14 dagen voordat zout er langzaam intrekt. Dan doen we ze afspoelen, dan doen we ze aandrogen, dan doen we ze roken. Dan roken we met wrijvingsrook bijvoorbeeld. Hè. Dan hebben we een blokhout die op een wiel gedrukt wordt. Nou, en dan ga je aan het wrijven en dan krijg je de wrijvingsrook. Ik bedoel, dus daar roken wij onze rookworsten mee en onze ontbijtspekken mee. Als dat product dan uiteindelijk in die pan ligt, de ontbijtspek of die spekblokjes, dan zie je dus dat die zijn structuur, zijn volume behoudt. Het vocht loopt er niet uit. Maar bij andere vaak ontbijtspek en spekjes, daar injecteren we met zout en met pekel, injecteren we dat. Maar goed, je bakt het er ook weer uit. Dus, en dan denk ik, dat past niet bij een biologisch product. En zo kan ik eigenlijk met mijn salamisoorten en de droge worsten. Daar zit alleen maar vlees in, schoudervlees, varkens, procureur kan erin zitten, rugspek, wat buiken, puur vlees. Dat verkleinen we, kruiden erbij, dan hebben we rijpingskamers waarin we dat rijpen. Nou, soms ben je 25% vocht kwijt, maar ja, dat is dan zo om een smaakvol product te krijgen. Ja. Rauwe ham ook, rauwe ham, die is bij ons 6, 7 maanden onderweg. Nou, ik zeg dan als slager zijnde, worstmaker zijnde, die hoeven wij niet meer in Zuid-Europa te halen. Die maken wij van een Nederlands varken. Lekkere rauwe ham, lekkere droge worst. Van eigen bodem. Wat willen we nog meer? Je zegt al een aantal keer kruiden en specerijen. Dat betekent dat andere producten dus of andere dingen niet worden toegevoegd. Laten we met elkaar zeggen wat zit er niet in en wat zit er wel in. Want dat is echt een groot verschil als we niet biologisch vlees willen eten. Ja, natuurlijk doen wij zouten om te conserveren. Hè. Doe je zouten, je doet drogen, je doet garen. Dat zijn om te conserveren. Wat wij absoluut niet mogen gebruiken is chemische smaak- en hulpstoffen. Dus zout en peper en folie en cardamom en dat soort
enkelvoudige specerijen. En het mooie vind ik, juist, ja, ik proef overal, als ik niet bioproducten proef, dan proef ik overal die fosfaten en die glutaminaten proef ik terug. En dan denk ik, juist om de wij die niet gebruiken, ben ik er heel blij mee. Want dat geeft het natuurlijk een smaak. Ik zeg, die is veel eerlijker, die is veel lekkerder. Ja. Omdat je die handel eruit laat. Ja, en wij Nederlanders zijn erg gesteld op onze gezondheid. We willen weten wat we binnenkrijgen. Ja. En dat weten we dan dus ook. Ja. We weten van A tot Z wat er op ons bord ligt. Kijk, in het niet-bio, ik bedoel, we kunnen asperge gaan maken zonder dat er asperges in zitten. Snap je? Je hebt zoveel smaken die chemisch ontwikkeld worden, die voegen we toe aan het product. En dan is het een aardbeiensmaak of een aspergesmaak. Bij ons is dat niet. Ik bedoel, wij hebben het hoe pure vlees, het hoe proces en hoe zouten en hoe kruiden. En de rauwe ham bijvoorbeeld, door die de tijd te geven, ontwikkelt hij zijn aroma en zijn smaak en wordt hij zachter van bite. Alleen het woord tijd komt overal terug. Hè? Dus goede smaak heeft geen haast. En het is natuurlijk allemaal tempo, tempo, tempo moet erop zitten. Maar ja, bij ons, bij bio werkt dat natuurlijk niet. Maar goed, dan komt uiteindelijk wel bij een product uit. Ik zeg, smaakvol product moet het zijn, zonder rare hulpstof en uit de goede landbouw. Ja, en volgens mij zeg jij dan ook nog wel eens een enkele keer, ja, het zou best kunnen dat je weer even moet wennen aan die smaak. Ja. Misschien kun je er een van die dingen bij pakken. Ik weet niet of het te ver ligt. Voor mij wordt het een snoekduik, maar dat moet wel lukken. Wat is er dan precies wennen voor mij aan de smaak in vergelijking met de smaak die ik nu gewend zou moeten zijn? Kijk, ik heb hier paté of ik heb lekkere kip. Die kip, dat vind ik ook wel een mooie. Ja. Dus de kip, het kippenvlees is afkomstig van de kippen die biologische eieren leggen. Nou, en na 1,5 jaar ongeveer, of 2 jaar, dan zijn die kippen uitgelegd. Die worden geslacht en daar dat vlees van, dat gebruiken wij voor onze kipfilet. Nou, en met alle respect zeg ik jouw soepkippen. Want het is zeer perfect vlees voor vleeswaren. Ze hebben natuurlijk veel loopuren gehad, dus je hebt heel krachtig en eiwitrijk vlees. Hier gaat alleen kipfilet in en anders niks. Ja, zout en wat kruiden gaan erin. Ja. Maar dan, die smaakt nog naar kip, zoals ik nou zeg. Die smaakt nog naar kip. En het heel veel, ik heb natuurlijk heel veel verschillende soorten kippenvleeswaren, maar er zijn erbij, ik zeg, het is gewoon krantenpapier. Hè? Want het is, dus geen kip meer in terug. Watersnijdbaar maken, ik bedoel, nog een hoop van die hulpstoffen erop. Dat smaakt gewoon nergens meer naar. En dit smaakt nog naar kip. Ja, ik ga het uiteraard Kijk, en dat is ook met de paté. Ervaren. Je zit nog gewoon lever in. Ik krijg wel eens opmerkingen van, er zit een opmerking van, de leversmaak is te sterk. Weet je wel? Dus die mensen zijn al zo ver afgedreven, dat ze niet meer gewend zijn dat de lever in de paté zit. Dus wat er dan in zit, dat weet ik niet, maar er zit geen lever meer in. Duidelijk. Ik kan me voorstellen dat de kijker denkt, oké, maar dat is de kipfilet die ik wil eten. En dat is de leverpastei of de paté die ik graag wil eten. Waar moet ik heen? Hè? Want ik ga dat nu doen. Dus de kijker wordt nu stiekem een beetje jaloers. Onze producten die zijn verkrijgbaar bij alle biologische winkels in Nederland. De Ecoplaza's. Maar ook andere biologische winkels. Er zijn 2 groothandels waar wij al leveren. En die leveren dat uit aan de biowinkels. Maar ook bij Albert Heijn en de Jumbo. Ik bedoel, daar leveren we ook aan. Ja. En de kritische kijker kan dan zeggen, ja, maar dat kost me misschien wel een stuk meer dan dat ik toch dat andere product haal. Dat klopt, het is duurder, dat klopt. Maar dat is ook weer uit te leggen. Kijk, want die boeren die vangen meer geld voor hun vlees. Ik bedoel, wij maken afspraken met die boeren. En er zijn ook, moet ik zeggen, ja, partnerschappen die je aangaat. Want die boer die met zijn varkens levert elke week of elke 14 dagen zijn vlees. Die wordt gevraagd te investeren meer ruimte in zijn stallen. Die wordt gevraagd met duurder voer te werken. Daar moet een prijs tegenover zetten dat die man het ervoor kan doen. Nou, dus wij hebben ook een beduidend duurdere inkoop, hebben we. En dat geldt natuurlijk ook voor die vleesveeboeren of voor die kippen. Dus je bent duurder uit, dat klopt. Maar ja, aan de andere kant is het ook weer zo dat je natuurlijk veel mensen even zeggen, ja, maar we hoeven niet elke dag vlees, hè, dus we doen dus wat minder vlees. Nou, wat ik snap wel, een euro eet kun je geen 2 euro uitgeven. Ja. Maar op het moment dat je zegt, nou, ik eet een paar dagen geen vlees, maar als ik dan vlees eet, dan moet het in ieder geval van goede herkomst zijn, of goede komaf, net hoe je het doen wil natuurlijk. Volgens mij hebben wij een duidelijk beeld van Hedel kunnen schetsen en het bedrijf. Weten we nu wat we moeten eten als we goed vlees willen eten? Henk, ik wil jou bedanken. Is er nog iets waarvan jij zegt, ja, dit moet je echt nog eventjes meegeven aan de kijker, want anders is het verhaal niet compleet? Nou, ik heb zoiets van, kijk, wij zijn dag en nacht bezig met echt letterlijk en figuurlijk. Hè. Dag en nacht zijn we bezig met vleeswaren maken.
En dan is het, wat ik zeg, de grondstoffen en uw enkelvoudige specerijen en een goede smaak en zo. En dat er dan toch nog een heel veel producten zijn, ik had net over vegetarisch bijvoorbeeld, hè, wat ik even op wil noemen. Krijgt heel veel aandacht. Wat ik niet begrijp, is dat we zeggen, we hebben mooie groentes, die gaan we omvormen en die gaan we persen en daar gaan we chemische smaak en hulpstoffen bij doen. Want anders bindt het niet, of het heeft geen kleur, hè, of het heeft geen smaak. Dan denk ik, ja. Bij voeding kan ik dat niet rijmen. Snap je wat ik bedoel? Ik begrijp het heel goed. Het is geen groente meer, er moet van alles mee gebeuren, maar uiteindelijk... Ja, dan denk ik van pak die groente en doe ze vers invriezen en gooi ze zo in de pan en heb een schep groente. Ik bedoel, als slager zijn. En ik heb niks tegen vegetarisch, hoor. Ik bedoel, mensen zeggen ik wil geen vlees eten. Nou, natuurlijk, gelukkig mag dat toch in Nederland. Dat is een keuze en ja. Dat kan inderdaad. Maar het hoeft niet. En dan weten we waar we heen moeten. Sorry. Dankjewel Henk. Ik ga genieten van deze kipfilet. Je hebt helemaal gelijk. Nou. Klopt. En bedankt voor het kijken.